Op zondag 22 maart werd in Lierop voor het eerste wielerklassieker Rabo Koepelrace verreden, de opvolger van de Meijersrace. De dames staan hier van start voor 127 kilometer koers. Evi Kuipers, Monique van der Reek, Sarah Pentoen. De tweede was wel duidelijk en het was heel close met de derde. Maar ik denk dat ik net buiten het podium val. Ja, dan rijdt Vlootje Makaai op laatst nog weg. Wat dacht je toen? Ja, dan is het kiezen. Ga je erheen en word je geklopt in de sprint, dan word je vijfde. Of ga je op dat moment voor de tweede plek en dat is een keuze die je moet maken. Maar je hebt natuurlijk een prachtige wedstrijd gereden vandaag. Ja, ik mag niet klagen. Wederom in de kopgroep, dus daar ben ik al blij mee. Ja, eigenlijk net voordat we de plaatselijke rondes opdraaiden, brak een peloton. Ik zat 10 plaatsjes te ver en naar achter, anders had ik ook in de eerste groep zeg maar, gezeten. Ja, dat is dan jammer, maar op de plaatselijke omlopen reden we eigenlijk net zo hard als het eerste peloton. Alleen de laatste ronde niet meer.